Goedemiddag allemaal. Fijn dat u online aanwezig bent bij onze Transo Zorgsalon. Ik zal eerst mezelf even voorstellen. Mijn naam is Dieke van der Meen. Ik ben voorzitter van het departement Transo en hoogleraar transformaties in de zorg. En ik ga vanmiddag ook deze mooie zorgsalon voorzitten. Het thema is arbeidsmarktperikelen in de huisartsenzorg. En hoe erg is het in Brabant? En wat zijn de oplossingen? Nou, dat is de titel en daar gaan we het ook over hebben. We gaan bespreken wat de stand van zaken is in de huisartsenzorg. Wat dan zijn er problemen? En wat zijn dan die problemen? We vergelijken Brabant ook met de rest van ons land. En we kijken natuurlijk naar mogelijke oplossingen. En dan zoomen we specifiek in op de oplossingen die e-health ons kan bieden. En ook over hoe we die huisartsenzorg aantrekkelijk kunnen houden. Het programma voor vanmiddag, hoe gaan we dat doen? We hebben drie sprekers voor u. We beginnen met professor Ronald Batenburg. Hij is programmaleider bij het NIVEL en dan moet ik even goed naar zijn titel kijken. Bijzonder hoogleraar arbeids- en organisatievraagstukken in de gezondheidszorg aan de Radboud Universiteit. Dat is de eerste spreker. Hij is niet hier aanwezig. Hij is zelfs op vakantie op ons mooie eiland Ameland. Maar we zijn ontzettend blij dat hij vanuit zijn vakantieadres zelfs wil spreken op deze zorgsalon. Dus Ronald, vast zo welkom. Je komt zo meteen in beeld. Onze tweede spreker is ook een Ronald, professor Ronald Friele. Hij is bijzonder hoogleraar impact van wet en regelgeving bij Transo en adjunct directeur van het NIVEL. En als derde spreker Herman Savelkoels. Die werkt bij Primacura Huisartsenzorg Midden-Brabant. En dan ga ik het ook goed oplezen. Jij bent daar programmamanager continuïteit huisartsenzorg. Ja. Welkom. Dank. Vanuit drie verschillende perspectieven gaan deze drie sprekers een inleiding houden. Van maximaal 15 minuten. Dus ik wil ook de sprekers vragen allemaal om zich echt een beetje aan die 15 minuten te houden. En daarna hebben we dan ook ongeveer een uur echt tijd voor discussie met u. U kunt dan in de chat uw vragen zetten en dan hebben we ook een moderator. Ik weet niet of die ook even in beeld kan. Dat is Bert Meiboom, coördinator van onze academische werkplaats kwaliteit en huisarts en ziekenhuiszorg en ook hoogleraar hier bij de economische faculteit. Welkom Bert, hij gaat voor mij uw vragen een beetje ordenen en we hopen dat dat helemaal goed komt en dat het op deze manier een actieve discussie wordt. Wat ga ik nog meer zeggen? Normaal vraag ik altijd, zet uw telefoon uit, maar dat hoeft niet in deze sessie. Ja. Heb je gedaan? Ja. Heel goed. Ja. Ik ga nog even beginnen met een korte introductie over Transo. Sommigen van u zijn echte vaste deelnemers van onze zorgsalons, maar die wisselen ook van thema, dus er zijn ook altijd nieuwe aanwezigen. Dus ik zal u heel kort even vertellen waar u bent, al is het online. Wat is Transo? Transo is het wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn aan de Universiteit van Tilburg. En wij hebben een missie. En onze missie is het verbinden van wetenschap en praktijk op het gebied van zorg en welzijn. En ons doel is altijd in co-creatie met de praktijk, dus met praktijkpartners, te werken aan kennisontwikkeling en kennisuitwisseling. Om zo de zorg beter te maken, dus om zo samen evidence-based werken te bevorderen. Nou, wat heel belangrijk is, eigenlijk de basis van onze manier van werken, is dat voor dat evidence-based werken drie kennisbronnen nodig zijn. En we proberen ook altijd in deze zorgsalons die drie kennisbronnen aan bod te laten komen. En die drie kennisbronnen zijn allemaal anders, maar bij elkaar we hebben ze bij elkaar nodig om dat evidence-based werken echt tot volle wasdom te laten komen. Dan hebben we het over de wetenschappelijke kennisbron, dan hebben we het over de kennis van de professional en we hebben het over de kennis van de zorgvrager, dus van de cliënt of de burger of van de patiënt. Alle drie hebben we ze nodig om verder te komen. En hoe doen wij dat? Wij doen dat in academische werkplaatsen en dat zijn duurzame samenwerkingsverbanden tussen Transo Tilburg University en praktijkinstellingen. En binnen zo'n academische werkplaats werken we met elkaar
aan die kennisontwikkeling om de zorg beter te maken. En wat daar nog onder staat op deze slide zijn de science practitioners, die wil ik expliciet noemen. Dat zijn professionals die in de zorg werken en ook één dag in de week bij ons aan onderzoek en vaak een promotieonderzoek werken. En eigenlijk zijn dat de levende bruggen tussen die wetenschap en de praktijk. Ontzettend belangrijke mensen in onze academische werkplaatsen. Nou, wat zijn de onderliggende principes? Wij denken dat het gaat om langdurige samenwerking. Dus het is wel vrijwillig, maar niet vrijblijvend. We zetten ook een handtekening dat we in periodes van 5 jaar echt met elkaar gaan samenwerken in zo'n werkplaats. En het basisprincipe is volstrekte gelijkwaardigheid. Dus de een heeft niet meer te zeggen dan de ander. Alle partners hebben evenveel te zeggen in die academische werkplaats over de onderzoeksvragen en de programmering bijvoorbeeld. En het staat achter, het is een win-win situatie en dat is eigenlijk een inkoppertje. Want als je er niet wijzer van wordt, dan ga je niet samenwerken. Dus dat doe je altijd vanuit de gedachte dat alle partijen er wat aan hebben. En het laatste principe is dat onderlinge contacten, persoonlijke contacten op alle niveaus in de organisaties volgens ons belangrijk zijn. Dat betekent dat die bestuurders samenwerken, maar dat de mensen op de werkvloer ook samenwerken. Nou, we hebben er 11, u kunt ze hier op een rijtje zien. Academische werkplaats geestelijke gezondheid, verslaving, leven met een verstandelijke beperking, huisarts en ziekenhuiszorg. En dat is de werkplaats waar Bert de moderator, coördinator van is en van waaruit deze zorgsalon georganiseerd is. Publieke gezondheid, arbeid en gezondheid, sociaal werk, ouderen, jeugd, gezondheidseconomie en dan de nieuwste werkplaats, technologische en sociale innovatie in de mental health.